Deze beschouwing die gaat over moraliteit en de kunst van het leven. De beschouwing is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar zingeving van hun leven. Laat me even lekker alles van je afvallen. Want. Als je op zoek bent naar zin voor je leven. en stel je zoekt dat. dan is er iets aan de hand. Want waar moet jij die zin vandaan halen? en waarom heb jij het nodig? Want veel mensen die. Niet op zoek zijn naar zingeving. die halen dat wel uit. Ja, materiële dingen. Die klampen zich vast aan vakanties. Terwijl je maar. Weer, als je één keer in het werkende leven zit. dan heb je. twee weken vakantie per jaar. En dan is het weer uh, tredmolen. En een beetje met Pasen heb je een dagje extra vrij. met Pinksteren. Hemelvaart. ben je meer? En met Kerst krijg je vrij. Nieuwjaarsdag heb je nog vrij. En meer niet, hè? Voor de rest van de tijd werken. En veel mensen hebben een baan, en dat is helemaal niet zo leuk, dat weet ik. Ze zijn eraan gewend en uh, nog en joh. En de mensen die nog doorrazen van ja, vakantie tot vakantie. Ja, dat is voor hun dan de zingeving. Hè? Als ze... Nu is het niet leuk, maar volgende week zitten we allemaal op Ibiza. En dan heb je toekomstig... ja, dat heet toekomstige blijdschap. Zwits. Je verkneuteren over iets wat nog moet gaan gebeuren. Iets wat door het Chinese orakelboek... De I Ching, het, het Boek der Veranderingen, wordt afgeraden. Dat wordt genoemd een uh, valse blijheid. Dat is niet een goede toestand om in te verblijven. Je kan niet nu blij zijn omdat je straks met vakantie gaat. Daar is, er is iets mee. Je beter kan je blij zijn met wat er nu is. En het voorbeeld van vakantie er even bij te sleuren. Uh, ik heb dat nooit zo gehad, zo'n vakantiebehoefte. Wat ik wel had, was de. De wens om verlost te zijn van het werk. En als je dan thuis blijft, ja, dan heb je nog steeds zoiets van, uh, ja, zeker ik in mijn vak dat ik eigen ondernemer ben en zo. Ja, dan gaat toch de telefoon. Zo, hè? Ja, en voordat je het weet, zit je toch weer een middag te programmeren of een of ander probleem op te lossen. En dan kom je niet echt los van je werk. Dus dan wil je per se naar een andere omgeving toe. Maar daar kan ik gelijk aan toevoegen. Je hebt hier in de buurt een camping. Zo'n familiecamping. Met uh, af en toe een bingoavond en een karaokeavond. Ze hebben er ook een snackbar. En het is. 15 kilometer of zo. Maar daar ben je er ook helemaal uit, hoor. <laughs> ik dan, Ik ben er wel eens geweest, vond je eigenlijk leuk. De hele dag, ja, was de tijd dat ik nog dronk. Uh, suipen, roken. En een boekje lezen. Suipen, roken, boekje lezen. En ik had een kennis bij me. En die ging dan wel barbecuen. Nou, dat, was, dat was echt wel best wel leuk. Met haar wel gelachen dan. Als ze voor de rest normaal gesproken niet zo moeilijk deed, dan uh, waren we nog een keer gegaan. Hè. Een keertje als ik de Clio wel had. Hadden we ook een tripje kunnen maken naar Duitsland. Ah, de kunst van het leven, laat ik daar maar uh, bij houden. De, de kunst van het uh, van leven op een manier dat, dat het zinvol is. Dat je dat vindt. Hè? Dat je vindt dat je op een goede manier aan het leven bent. En dat je daarvan geniet. Gisteren een voorbeeldje te noemen. Gisteren was mijn eerste werkdag. Ik hoefde maar vier uur te werken. En dat was als huishoudelijk werkmedewerker uh, dinges. Voor een instantie waar ze waar gehandicapten in de ruimste zin van het woord opvangen. Nou, dat is niet echt een bijster enerverende baan of zo. Dus mijn uh, hokje was een soort washok. En, uh, twee wasmachines. En een wasdroger. En een of andere handige kast met wieltjes. En dan kon je dan, nou, later heb ik het pas goed begrepen waarom dat ding daar stond. Maar, dat was ook maar mijn eerste dag. En ik, ik werd niet ingewerkt of zo. Uh, er was niet iemand die dat werk vaker had gedaan. En dan tegen mij zei: dit is handig en dat is handig. En daar liggen die dingen moest het maar een beetje uitzoeken. Nou, ik vind dat ik me er goed doorheen heb geslagen, hoor, voor een eerste keer. Nou, ik vond het een welbesteden ochtend. En dan ben ik landbouwkundig, ingenieur, ah, nee, ik weet wat een fouillé-analyse is. Het lange termijn frequentiedistributiemodel, dat... Uh ja, ik weet hoe dat werkt. Al die statistieken en wiskunde weet ik ook allemaal. En ik weet ook hoe je een wasmachine aandoet. Dus ja. Dus ik heb bedden goed gewassen van gehandicapte mensen. En dan zou ik denken, nou dat was zeker straf. Nee, dat was helemaal geen straf. Dat heb ik, ik heb gesolliciteerd. <laughs> <laughs> Serieus. <laughs> en dan zeiden ze nog, ja ik was aangenomen. Van, ja, we hebben wel een diploma van je nodig. Een, in ieder geval. We kunnen moeilijk iemand aannemen die uh, helemaal geen diploma heeft. Ik zei ja, ja. Ik zei nou mijn VWO-diploma, dat wordt een beetje moeilijk. Maar zei, ik, ik kan wel proberen, proberen om mijn uh, ingenieursdiploma boven tafel te krijgen. <laughs> Gillen. Heb ik de Lambe Hogeschool uh, gebeld. Ja, nu heet dat de WUR. Uh. Ja, ik ben aan het solliciteren en ik heb een kopie nodig van mijn afstuderen. gebeuren Een bewijs. Door het diploma met de handtekening van de, de baas van toen. Hè? Dat heette Rector Magnificus. Ja, dat ding heb ik natuurlijk niet meer. Die hoef ik ook niet. Maar bewijs van afstuderen. Ik heb er niet bij verteld van, ja, ik word huishoudelijk medewerker in de gehandicaptenzorg. Gaat zo'n meisje ook denken van, nou nah zeg, wat zijn we hiermee bezig? Hier bij de Hogeschool, dat die nu de WUR heet. Ja. Ik heb een heerlijke ochtend gehad. Dat is echt fijn. Mijn ogen uitgekeken. En is dat bijzonder? Ja, ik vond van wel. Uh, dat dus is waar ik was, hè? Nou, voor die mensen is het gesneden koek. Ik heb s'avonds ook weer met tantes gebeld... en uh, uitgebreid verteld van wat ik allemaal gezien had en gehoord had. En overmorgen ben ik weer aan de beurt. En, en volgende week moet ik heel veel dagen draaien. Wat een beetje druk... Dan heb ik ook één dag met twee diensten. En dan is mijn fietsenmaker terug van vakantie. En dan heb ik een fiets en dan kan ik op de fiets, op de fiets naar het werk. Want ik moet nou de CLI al halen. Dat is niet helemaal je dat. En de clio is op een half uur lopen van mij. Het gaat over zingeving, hè? <laughs> dat je even bij de les blijft. Ik vertel maar een verhaal. Kijk, jouw leven... Dat wordt... of Nou ja, jou, jouw lichaam. Laat ik zo beginnen. Jouw lichaam wordt veroorzaakt door een wil. Je mag ook zeggen één wil... Is dus één en dezelfde wil die veroorzaakt alles. Ook jou. Een vrije wil heb je dus niet. Want dan zou er nog een wil zijn. En er, is niet, er zijn geen twee willen. Je hebt de ene ondeelbare wil. En je hebt de voorstelling die daarmee gecreëerd wordt. De representatie. Dit verhaal komt van Arthur Schopenhauer, en dat is niet weerlegd. Het is gebaseerd op het verhaal van Immanuel Kant, en het verhaal van Immanuel Kant uit de kritiek der reinen vernoemt, dat is niet weerlegd. Er is geen logicus, taalfilosoficus die dit heeft weerlegicus. Absoluut niet En voorafgaand aan deze twee kanjers van schrijvers en denkers... hebben wij de Bijbel. Maar ja, de Bijbel is momenteel een beetje onmin geraakt. Dus vandaar dat ik dan maar begin bij Arthur Schopenhauer en Immanuel Kant. Maar er is één ondeelbare wil die alles creëert. En de creatie, dat ben jij... En je zit er midden tussenin. En dat geeft zin aan jouw leven. Want ik heb het nu over de oorzaak van jouw leven. En daarmee je doel. En je doel is om het jouw gegeven leven in te vullen. Conform die ene en ondeelbare wil. En hoe weet je nou of jij doet. Datgene wat die ene ondeelbare wil wil. Hè? Nou, dat is moraliteit. Kijk, aan de ene kant kan je zeggen: van ja, peri, jij hebt uh, acht jaar lang op kosten van de samenleving een ingenieursdiploma weten te behalen. En dan zit je uiteindelijk uh, iets te doen en daar heb je het hele diploma niet voor nodig. Hè? Nou, dat is, weet ik, niet moreel. Als iedereen dat gaat doen, ja hallo. Hè? Nou, daar heb ik een aantal dingen op te reageren. Uh, punt 1, ik doe dit nu voor het eerst in mijn leven. Ja. En ik ben nu bijna 60. En ik heb mijn leven, dat heb ik besteed aan, uh, noem het maar, hoogtechnologisch werk. Ik heb informatiesystemen ontworpen. En dan, nou ja, dat is dan niet iets wat, ik, wat behoorde tot mijn studierichting. En ik heb in Wageningen heel erg veel informatica vakken gedaan. Dus ik heb wel degelijk mijn studie ingezet in mijn maatschappelijke taak. Namelijk het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen en implementeren, dus invoeren. Van ongelooflijk complexe informatiesystemen. Nou, ik mag hopen dat ik daar de samenleving een dienst mee heb bewezen. Ik kan me niet voorstellen dat dat als immoreel bestemd pot kan worden. Hè? En dan nu ga ik nog steeds door met. dat programmeren. Maar dat wil ik op een andere manier doen. Ik wil meer uh, op een wiskundige, uh, logische manier bezig zijn. met de laatste hand te leggen aan het programma. wat ik ben begonnen te schrijven toen ik. oud was ik toen? 30 of zo. Toen was ik in 1988, 1989. dat ik in mijn omgeving zei: van, Ik ga beginnen. En toen heb ik dik tien jaar lang uh, niets meer gedaan dan prototypes geschreven. En die code heb ik gewist. Yeah. Je kan zeggen weggegooid, <laughs> een beetje groot woord. Je, ja, je programmeert het en het staat op een harde schijf en uiteindelijk zeg je uh, move to trash. Maar uh -huh. die bits zijn gewist. Uh -huh. Er waren prototypes, uh. meer niet. En in het jaar 2000, eind december 2000... Toen, ja, toen, toen kreeg ik een inzicht. Ik denk, zo ga ik het aanpakken. En niet anders. En het gevolg daarvan, uh, dat staat nu op mijn Mac. Uh, ik ga er vandaag verder aan uh, werken. Er zit nog voor jaren werken voor mij. En als een mens ooit deze code gaat lezen, gaat hij begrijpen dat, dit, dat die code het resultaat is van jaren werk. En dan zullen mensen zeggen, hmm, dit is moreel. Daar ga ik vanuit. En ik denk dat God of de wil, dat hij blij is dat ik het zo heb aangepakt. En ik denk dat de wil of God, dat hij ook snapt dat, dat hele creatieve werk, dat kan je niet acht uur per dag doen. Slaat nergens op. Je hebt dus door afleiding nodig om je hersen dingen tot rust te laten komen. Want je raakt er opgewonden van. En in die opgewondenheid kan je ja, half-psychotische waanbeeldbeslissingen gaan nemen. En dan, en dan schrijf je software waar je twee maanden later enorm spijt van hebt. Dus vandaar dat ik. Noem het maar, die afleiding nodig heb als huishoudelijk medewerker in de gehandicaptenzorg. En als die baan dan toch alleen maar is voor de afleiding en voor het geld natuurlijk. Ja, dan liever dat. Dan dat ik. Ja, dat heb ik ook tegen mijn dochter gezegd. Van, ja, dus noods ga ik de outbound telemarketing in. Dan mijn dochter zei: Nee, pap, dat is voor losers. Van 19. En dan moet je mensen bellen rond etenstijd en, uh, en dan ga je zeuren over een beter energieabonnement. Dat ze een abonnement moeten nemen op een krant. Maar ik dacht, waarom niet? Maar nu dit, dat is toch prima. De zingeving voor jouw leven zit hem in je moreel te gedragen. Want dan handel je in overeenstemming met de wil van God. Of de wil. De ene en ondeelbare wil. Want je hebt geen vrije wil. Je hebt altijd die keuze om moreel te zijn. Dat wel. Als je vrije keuze. En niet moreel zijn, dat nou, is helemaal niks. De christenen die zeggen, het loon van de zonde is dood. Of de dood. Nou dan, dan kan ik aan toevoegen, het loon van niet zondigen is dat je niet doodgaat. In die zin, nee, dat je dus niet sterft met dat sterven wat die christenen bedoelen dan. Hè? ze zeggen niet dan als je iemand besoedelmieter dan val je gelijk dood op de grond je lichaam sterft niet per onmiddellijk maar iets in jou gaat er dood als je immoreel bezig bent en niemand ziet dat je dood bent gegaan maar van binnen ben je dood gegaan dat is wat ze bedoelen met het loon van de zonde is de dood En de zin van het leven is dat je in leven blijft, en dus dat je niet zondigt. En er zijn veel dingen hoor waar je mee de fout in kan gaan, die, die niet bijster oké -okay zijn. Daarom is het adviseren voor mensen om minimaal kennis te nemen van het woord. Wat in de Bijbel staat. En te begrijpen waarom dat in de Bijbel staat. En elke week naar de kerk, dat, dat hoeft voor mij niet. Dat heeft Jezus ook nooit gezegd: dat dat zou moeten. Maar wel andere dingen. Het ja, is goed. Jezus zei dus: uh, heb je vijanden lief. Dat is heel belangrijk. Geef om die mensen. En je hebt mensen die zijn echt te uh, stom voor woorden, en die kunnen ongelooflijk vervelend doen. En die mensen zijn je vijand. En je moet ze vergeven. Je moet van ze houden. Je moet medelijden met ze hebben. En je mag ze niet haten. Want dan ga je in tegen de wil van God. En dan ga je in tegen de wil. Die haat die slaat nergens op. Nou, ik vind bijvoorbeeld dat. Mensen hun leven niet moeten laten leiden door seksuele driften. Ja, dat je seks hebt met je partner, dat, dat is het beste. Omdat je er heel tevreden over bent, ik vind het best. Maar ik wil er niks van weten. Ik, ik, wil liever, ja, ik wil niet dat je me dat allemaal gaat laten vertellen. En ik, ik wil ook niet dat je erover gaat lopen opscheppen in de kroeg. En... Seks is leuk voor in de slaapkamer tussen twee vaste partners: te weten, een man en een vrouw. Dat is voor mij normale seks. En dat je dat een keer gedaan hebt op het toilet in een intercity tussen Amsterdam en Utrecht. Dat, dat, ja, maar dat wil ik niet weten. Joh. Dat soort dingen moet je voor jezelf houden. En dat mensen zich inlaten met. Uh, ja, dat, dat ze dus andere mensen duidelijk gaan lopen maken. dat ze het doen op een bepaalde manier of zo. Ja, dat, ik hou er dus niet van. ik vind het niet oké. Okay. Maar haat ik die mensen? Nee. Nee, ik vind ze, ja, ik vind ze zielig. En die mensen die dan naar. Nou, is nou afgelopen tijd dat geweest. Dat heette dan de. De Pride-dagen of zo. Gay-parade of zo. Dat is allemaal mensen die gaan lopen... Hoi, hoi, hoi. Oh, we hebben seks of zo. Dan hebben we hebben dus mannen, seks met mannen. Nou, ik vind het een dus, man en vrouw... vind ik al dat je, ja, dat je seks hebt. Nou, ik, ik vind het best... Ik wil helemaal niet weten hoe je het doet. Of of je het lekker vindt. Of, ja, dat, dat, niet interessant. Non-informatie. En als er dan twee mannen zijn die zeggen. Nou, wij doen het met elkaar hoor. Dat vind ik echt ontzettend lekker. En ik ben uit de kast gekomen. Of zoiets. Ik, ik wil het helemaal niet weten. Interesseert me helemaal niks. Je bent mijn vijand. In die zin dat je me lastig valt met. Blattante uh, lulkoek. Ik ga jou toch ook niet vertellen. dat ik net op het toilet heerlijk in mijn neus heb gepeuterd. Er kwam een heel groot kwam eruit. En dat heb ik er even bekeken. En het was een beetje. ja, zo wat bruine streepjes zaten erin. Met gele accenten. En dat ga ik toch een ander niet vertellen. Mijn dochter die kwam een keer de keuken in lopen. Die had net, was net naar het toilet geweest. was nog heel jong. Ze kon ze net lopen. Of zo. En toen zei ze... Ik heb Jezus aan het kruis gescheten. Nou, dan moest ik wel om lachen. Ik ben niet gaan kijken. Maar ik geloof het wel. Er zaten dus kennelijk uh, ja, twee drollen over elkaar heen. En die ene drol die lag in de lengte. En die andere drol die lag over de dwars. En die moeder, alles nou, is een beetje een kinderlijk figuur, een beetje verwarde vrouw met streken. En die zei, oh, dan ga ik even kijken. <laughs> die ging dan kijken naar een drol. Yeah. Ja, ik dus niet. Maar mensen die dat gedrag doen, hè, die, punt 1 dat ze seks gaan hebben met dus mannen, seks gaan hebben met mannen. En dan ook nog een keer daar dan uh, vooruit gaan komen. Want nou, we doen het hoor. Ik vind het irritant, dat wel. Maar ik, nee, ik vind het zielig dan boven alle. Ik heb medelijden met die mensen. Ik heb ook meegemaakt hoor, dat zo iemand. En die was dan al op leeftijd, misschien wel iets, ja, iets ouder dan ik, volgens mij. Nou, dat weet ik ook niet. Maar echt al op leeftijd was die. Die zat te huilen, man. Ja, want dat wilde seksleven al gebeuren. Ja, dat gaat een keer voorbij, ja. En wat heb je dan nog aan? Je hebt helemaal niks namelijk. Je hebt geen gezin, je hebt geen kinderen. En je toekomst is, uh, en die man in kwestie die woont nog samen met een oudere man. En wij maken ze, uh, samen heel veel ruzie. En hij schijnt dat als hij veel drinkt, dan wordt hij heel lastig. En dat zegt dan die oudere man tegen mij. dan gaat hij weer ergens anders slapen. En nou, uiteindelijk, die oudere man, die, die gaat een keer dood. En wat heeft hij dan? Hij staat echt jank hoor. Hij zei, wat ben ik dan meer. Oh, dat jongere reet- ridderknechtje van een oude homo. Uuup, jongen. Ja, dat heb ik toch wel te doen met zo iemand. Die heeft de kunst van het leven niet begrepen. Het is niet de bedoeling dat je je buiten gaat aan wat dan ook. Het is dus ook niet aan... Uh, ja, seks. Ik was een keer was ik in het café en ik had, het was laat al oh, in de nacht. Ik had gewerkt hè, tot. echt laat hoor, 12 uur s'nachts, 1 uur s'nachts. Het was een leuke tijd. Bruisende business had ik lopen. En ja, s'morgens om uh, 8 uur, half negen nou, al eerder. gingen de eerste klanten inloggen in de computers, servers die wij hier draaiden. En die werkten dan door in die machines tot. Uh, Zes uur s avonds, zeven uur s avonds. En dan vielen ze een voor een uh, vrij. En dan kon ik dus uh, lekkere dingen gaan doen. En ik was als een malloot aan het ontwikkelen. Dan had ik die servers ook gaan compileren, nieuwe versies erop pleuren, uittesten. niks zware klussen. Een overdag dag ook programmeren, maar dan deed ik kleinere dingetjes. Ja, de godganse tijd werd je gestoord. Hè? Dus dan moet je niet iets heel complex gaan beginnen. Ik maakte lange dagen. Niet iedere dag deed ik dat, maar... Wel zo'n drie dagen in de week zonder meer. Dagen van twaalf uur of zo. Nou, dan dus zat ik daar... Dan uh, had ik dus gewerkt tot half één s'nachts. En dan nog even een biertje drinken in het centrum van Arnhem. Zo'n nachttent in. En ik zat er aan de bar. En er zat nog een man, die zat naast mij. En ik zei tegen hem van... Goh, helemaal geen vrouwen hier, hè? En die man tegen mij, die keek me zo heel groutig aan. En die zei... Ja, maar wat maakt het ook uit? Ik denk... Oh... <laughs> ja... Kennelijk op dat moment was het daar de vaste avond voor. reetridders om dan te verzamelen. Geinig. Ja, ik ga niet naar de kroeg om een vrouw te pikken voor de seks. Dus. Maar ik vind het wel leuk om een dansje te maken. dan een vrouw bij is. En de zin aan je leven geven. dus denk ik blij zijn met kleine dingen ook. Dat je goed oplet, van uh, wat is er wel, weet je? Ik kan allemaal wat tegenvallen, want het leven is ja... Als ik terugkijk op mijn leven, dan denk ik jeetje, wat best wel een bruisende boel. Maar op het moment dat ik er middenin zat, ja, dan is elke dag bijna hetzelfde hoor. En er verandert wel van alles. Maar die veranderingen gaan zo langzaam. En achteraf kijk je dan terug. En dan denk je, jeetje, er is een hoop gebeurd. Zeg. Wat een bruisende boel. En op het moment zelf dus. heb je de neiging om te denken: van. Ja, joh, die is saai of zo. Hè? Nou, dat gevoel moet je onderdrukken. En goed kijken naar wat je wel. Uh, uh, goed kijken naar de veranderingen die er zijn. Het is een kwestie van opletten hoor. Ja, uiteindelijk leef je je leven uit dankbaarheid aan de wil die jou dat leven heeft uh, gegeven. Dus het eerste is dat je je leven weet te waarderen voor de waarde die het heeft. En dat je vervolgens ja, iets of iemand daar dankbaar voor bent. En vanuit die dankbaarheid leven. Dat, daar zit je zingeving en daar zit je oorzaak van de moraliteit. Naar mijn mening dan hè. Het is een beschouwing niet, uh, dat ik gelijk heb. Ik vertel je wat ik weet. En ik pak shoppenhouden erbij. En ik pak Kant erbij. En de Bijbel. En zelf ben ik heel erg dankbaar. Mijn, de, de moeder van mijn kind. Die. Die, die, die was ik een keer mijn dankbaarheid aan het uitspreken. Of zo. Oh ik, nee, was, het ging erom dat ik trots was op mezelf. Ik vind dat je dat mag zijn hoor. Heb je wat bereikt? En, en, heb je wat te vieren? Ja. En ik had haar gebeld. We waren helemaal in het prille begin. Toen waren we nog helemaal geen vriendje en vriendinnetje, helemaal niks. Ik kende haar. Meer niet. En ik vroeg me af of zij zin had om mee te gaan uit eten. En dat was dus ook zo. En zij zei zo, Nou, we zaten aan een tafeltje. En ik ze zei: Nou, en waarom eigenlijk? Ben jij zo blij? Ik zei: Nou. Je bent tien jaar geleden iets begonnen. Dat was ook echt zo. Hè? Dat, was de, dat was in 1998. Denk ik. Ja, dat was in 1998. Dus tien jaar daarvoor, in 1988. Toen had ik de plan opgevat van ik ga mijn eigen systeemdingen uh, maken. En ik ben begonnen met die prototypes te schrijven. En toen had ik dus een doorbraak. Namelijk dat ik kon gaan studeren in Nijmegen om de, de kneepjes te leren van de vakken logica en taalfilosofie. Dus ik was erg blij. Die studie heb ik zelf betaald, by the way. Heb ik geen beurs voor gehad. Dat je even weet daar op daar, daar de samenleving Maatschappij heeft, daar, heeft dat geen cent gekost. Zo goed als geen cent. toen keek ze hem zo aan. En zei ze, poeh, dat je trots bent op wat je gedaan hebt. Je hebt alleen maar massel gehad. Ik denk ja. ja, zo kan je het ook zien. Maar dan ben ik wel erg uh, dankbaar voor die massel. En ik heb natuurlijk wel die tien jaar lang ongeveer 60 uur per week gewerkt. ook nog een halve burn-out opgelopen, depressieve klachten gekregen en zo. <laughs> maar ze heeft het op zekere hoogte gelijk. Het, het zat mij niet tegen, dat is, uh, dat is waar. Het had mij tegen kunnen zetten. Maar dat was dus niet zo. En ik heb mij goed laten leiden door... Ja, door de juiste mensen die mij zeiden. Die tipten mij op dingen. Van, ah, daar moet je eens in gaan verdiepen. En ik zei, waarom dan? Nou, zus en zo. Ik zei, oké. Okay. Nou, ja, goed geluisterd naar de goede mensen. Maar ja, als ik kan zeggen dat ik maskel heb gehad in die zin. Dat, ja, ik had ook omringd kunnen zijn met ongelooflijke uh, sukkels. Wat me trouwens ook gebeurd is hoor. Want ik heb ook hele dieptepunten gehad. Veroorzaakt door sukkels. Mensen waar ik naar geluisterd had, en dat ik helemaal niet had moeten luisteren. En daar heb ik zwaar voor moeten boeten. Maar niet bij de pakken neergezeten en mijn wonden gelikt, weer opgestaan en doorgelopen. Maar misschien heb ik niet alles helemaal zelf veroorzaakt. En heb ik inderdaad, zoals zij zegt, mazzel gehad. Ja, dat zou kunnen. Ik uh, was toen erg uh, op mijn pik getrapt. En achteraf bezien, kan je dan denken van ja, maar Perrie, je na dat gesprek, met, uh, na dat etentje met haar, waarom heb je haar niet onmiddellijk gedumpt? Uh, na nou op je, uh, door een hoop ellende op je uh, hals gehaald. En dat klopt ook. En ik heb er een dochter aan overgehouden. Die is nou 19. En wij zijn uh, ha, on speaking terms. Een enorme toestand natuurlijk met die scheiding en alles. Maar daar weet ik dus nu van alles van. Hè? Het is wel erg hoor wat mannen wordt aangedaan in deze samenleving... Wel medelijden met al die mannen. En daarmee ook medelijden met de samenleving. Want de samenleving wordt hier geen, uh, geen biedwijzer van. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, door vrouwen maar de vrije teugel te geven in het meest idiote gedrag wat je je maar kan voorstellen. Maar het zal nog wel even duren voordat, uh, ja, voordat er mannen zijn, komen die. ...in staat zijn om die vrouwen tot de orde te roepen. 70% van de scheidingen wordt aangevraagd door de vrouwen. Heel veel mannen, ja, jonge mensen van nu dan... ...worden opgevoed alleen door een moeder. Oh, 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 oh. We worden halve poesjes, man. Nee, dat is zielig. Voor die mannen. En zielig voor ons als samenleving. En dan nog, het is niet de wil van de wil. Het is niet de wil dat mensen worden opgevoed alleen door hun moeder. Dat, dat kan ik je op een briefje geven. Net zo min als dat het de wil is van de wil dat mannen seks gaan hebben met elkaar. Dat wil de wil niet. Dus er zal vroeg of laat een wende gaan komen. En wanneer, ja, dat weet ik niet. Per definitie is dat niet te voorspellen. Het is wel ja, ja, verleidelijk natuurlijk om het te gaan voorspellen. <laughs> maar je kan het niet voorspellen. Dus... Ja, zoals Wintisch Schippers uh, ooit zei: het is jammer. Het is jammer. Het is jammer. Maar helaas. Maar de zingeving voor jou zit hem in jouw persoonlijke relatie met God. Of de wil, als je dat liever hebt. Maar je zal je, punt 1, bewust moeten worden van het feit dat jij niet veroorzaakt bent door een toevallige samenloop van omstandigheden. Wat ze dan via Charles Darwin, zijn boekje over de herkomst, de oorsprong van soorten. Dat ze dat even gaan, het heet extrapoleren. Van ja, als dus. Het uh, verhaal is te gek voor woorden hoor. Maar, maar dan zeggen ze dan, hè, op de Galapagos. daar was uh, die eilandengroep. aan de linkerkant van Zuid-Amerika, daarbovenaan. bovenaan, de hoogte van Ecuador of zo. Dan heb je die eilandengroep. En uh, vroeger was daar uh, één soort vinken. En toen kreeg je op ieder eiland, na verloop van tijd, een eigen soort vinken. Dus je had die algemene soort vinken, dat was dan de oervink. En op het ene eiland had je dan een vink en die kon heel goed insecten eten. En op het andere eiland had je een vink en die kon heel goed nootjes eten. En dan op nog een ander eiland had je een vink en die kon heel goed besjes eten. Want op het ene eiland waren meer insecten, het andere eiland meer besjes en het laatste eiland meer noten. Zoiets. En dan past de natuur zich aan middels natuurlijke selectie. Ja, ja. Maar de eigenlijke vraag is natuurlijk: hoe kan het dat de materie kan spreken? maar vaak komt sprekende materie vandaan? Oh, materie komt van de Big Bang. Oké, okay, laten we dat eens aannemen. Dus ooit was er niets en dat is toen geëxplodeerd. Dat was een, een bang, dat is een uh, explosie. Die materie is geëxplodeerd. Interessant. En die materie die kon toen niet praten, mag ik aannemen. Tenzij je dat wel denkt, maar. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je dat denkt hoor. Maar toen was er dus geen geklets. En nu zijn wij volgens die Big Bang jongens, hè, zijn wij 15 miljard jaar verder. Dus 15.000 miljoen jaar. Ja, en ik spreek volgens mij. Dus materie gaat vanzelf praten na 15 miljard jaar? Vraagteken. Ja, dat moet wel. Ja, ja. Nee, ja, dat kan dus niet. Ja, je kan het wel denken, je kan het wel zeggen, maar... Je kan het je niet voorstellen, dat is het hele punt. Ja, het idee dat alles een aaneenschakeling is van toevalligheden, dat, dat werkt dus niet. Alles wat er is, is een gevolg van een wil: één wil. En die is ondeelbaar en die wil maar één ding. En dat is alles wat er nu is en de rest wat zo dadelijk gaat komen. Dat is de wil van die wil. En binnen dat geheel opereer jij. En dat is de reden waarom je moreel moet zijn. En als je moreel bent, de zingeving voor je bestaan volgt daar direct uit. Dus wil je zinvol bezig zijn, dan moet je moreel zijn. En ben je moreel, dan snap je de zin van het bestaan. En de zin van het bestaan, dat is niet dat je heel veel geld hebt, of... dat je twee minnaressen hebt, of... Je volgend jaar eindelijk op vakantie gaat naar Nepal. En je bent je nu al aan het verkneuteren. Ja, volgend jaar ga ik naar Nepal. Nee joh. Hm. Doe het maar lekker kalman. Hey, van materie is nog nooit iemand uh, gelukkig geworden. Geloof me nou maar. Materieel geluk is een, uh, een korte flash. Dan ben je heel blij met je nieuwe breedbeeld TV of zo. En daarna is het weer gewoon. Ik had zo'n vriendin. En nou, dan kwamen we thuis. Dan waren we even weet ik veel, op bezoek geweest bij haar familie of zo. En dan kom je thuis en heb je dan, uh, ja, het huis is helemaal donker. Nou, en dan moet je de kachel moet je aandoen, en de gordijnen moeten dicht, en dan moet je één voor één de lampen aandoen, en zo. En die vriendin van mij, ik zou eigenlijk een knopje willen, en dat ik erop druk, poef, en dan gaan alle lampen in één keer aan. Nou, ik keek haar zo aan, en ik heb er niks op gezegd. Nou, ja, ik wil zo'n knopje niet. Dan moet ik ermee. En het kan wel hoor. Tegenwoordig kan het Kop je die rotzooi, koop je uit China. Dat is allemaal aan te sturen. Met, uh... Sterker nog, dat doe je via je smartphone. <laughs> dat is echt te gek voor woorden. En als dan je smartphone uh, niet opgeladen is of zo. Of je hebt je smartphone abonnement niet betaald? Ja, dan, dan kan je gelopen klootviolen om uh, alle lampen aan te krijgen. Nee, ik dacht in echt op dat moment, uh, beste vriendin. Je hebt hele fijne intelligente titel. En een goede kont. Een bijpassende kont. <laughs> en de seks was best lekker. Maar dit gaan we niet doen. Als wij dan terugkomen van een avondje bij je ouders, dan ga je lekker een rondje maken. En even bukken. Dan kan ik tenminste kijken naar die mooie billen van je. En dan buk je maar even naar die schakelaar van de lamp die op de grond is. En als we naar bed gaan, ja, hetzelfde, maar dan in omgekeerde volgorde. Ik heb dat nog steeds niet. Hey, materie, daar word je niet blij van. van helemaal, helemaal niks. Het is leuk om mee te spelen. Als speelgoed. En meer niet. Ik heb zo'n heel klein computertje gehad. Dat was echt leuk om mee te spelen. nu <laughs> is het nou kapot. Dan denk ik, ja... Ik heb nog een vriendje en uh, die kan ik vragen om er nog even naar te kijken. Maar ik denk dat die echt kapot is. Hoe dat nou kan, weet ik ook niet. Het was een leuk klein computertje. En als ik wil, kan ik op internet kan ik een nieuwe bestellen. Nik, ach. Ja. Ik heb totaal hier in huis heb ik, uh, vier computers om mee te spelen. Dus... Moet ik dan met die gaan spelen? Ja, waarom? Ga ik wel spelen met die andere computer zo? Ja toch? Nee, wat zeg ik? Ik heb er vijf. Als er nog eentje vergeten, kan ik ook mee spelen. Kan ik ook op inloggen en, en van alles mee doen. Dat is mijn NAS, heet dat ding. Mijn Network Addressed Storage System. Kijk in de zin van jouw leven. Ja, dat weet ik dus lekker niet. Ik zou het echt niet weten wat, waar jij. Uh, waar, waar, waar voor jou de zin in zit. Hè? Bij mij is het dan, uh, ik vind programmeren ontzettend tof. Daar uh, onlen ik heel veel genoegen uit. En voor jou is het misschien, uh, ik weet het niet. Het kan echt van alles zijn hoor. Ja, niet iedereen wordt door de wil geacht om uh, logica en taalfilosofie te gaan verenigen... en als het ware een mix te maken tussen wiskunde en informatica... en dan te komen met een informatiesysteem waarin het begrip mens centraal staat. Zo in een lange zin, zeg. Nee, ik mag aannemen dat dat... Uh... Die vacature, zeg maar, die is voor manloten zoals ik. Maar het is niet de enige vacature. Er zijn meer dingen uh, nodig. Kijk maar in deze samenleving om je heen. Ik bedoel, de, de regering die stuurt het erop aan dat het één grote chaos wordt in Nederland. Ja. Nou, de, wet van, de wet van de chaos zegt dat chaos op een bepaald moment in één keer omklapt naar orde. Nou, dat adagium van die vrijmetselaars, ordo ab chaos... Dat is dus zo. Wat, wat die lui dan denken, van, nou, dan gooien we allemaal bommen en dan hebben we orde wat chaos. Want iedereen is helemaal bankgebombardeerd en die lopen vervolgens als makkelschapjes achter je aan. Wat die jokers niet beseffen, is dat als mensen als makkelschapels achter je aanlopen, dat dat eveneens chaos is. Niet chaos in hun ogen, in hun beperkte blik. Maar het is chaos in de blik van God. Snap je? Het is chaos in de blik van de wil. Het is chaos in de blik van de eigenaar van de voorstelling, van de representatie. In zijn ogen is het chaos als mensen als makke schaapjes aanlopen achter de voormalige bommengooier. En die orde die komt. Alleen dat moment weten we niet. Dat, dat weten wij niet. Dat weet alleen God. En ga er maar vanuit dat de bedoeling van dit. Uh, van dit. Ja, noem het maar een tranendal. Uh, met dingen als Auschwitz. Auschwitz, uh, dat was dan niet zo zoals verteld wordt. Er is heel erg veel gelogen door onze overheid over Auschwitz. Ja, verschrikkelijk veel. En van heel veel dingen hebben ze achteraf moeten zeggen. Van ja, nee, inderdaad. Ja, dat was niet helemaal waar. Ja, 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 maar dat zeggen we nou ook niet meer. Ja. Maar toen waren ze aan het liegen. Maar dan nog, het is inmiddels wel duidelijk dat een aantal dingen van Auschwitz, ja, die zijn onomstotelijk vastgesteld. En Auschwitz was verschrikkelijk. Dat je dat even weet. Het was chaos. En wij moeten daar wat van leren. Snap je? En als wij genoeg geleerd hebben, dan komt vanzelf de wende. En dan komt Jezus terug. En dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. En dus dan krijgen wij een nieuwe kaarten. Ja. Ik denk dat de voorspelling uitkomt. En ja, de profetie. Ik heb een heel sterk vermoeden dat ik het bij leven en bij mijn menselijke leven niet mee ga maken. Maar dat doet er niet zoveel toe. Ik denk dat leven het mee gaat maken. Zoals Christus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die gaat het meemaken. Dus die komt terug. Dat is een mooie, uh, toch? Als, als afsluiting voor dit verhaal over uh, moraliteit. Wat had ik nou gezegd? Moraliteit, zingeving. En de kunst van het leven. Een soort eenheid is het. En dan zeg ik echt met heel mijn hart, hè? aan iedereen die honger heeft, of dorst heeft, of moe is, of. Well, maar aan het einde van zijn Latijn zit en ding, waar doe ik het allemaal voor? En juist voor die, hè. Tegen die zeg ik het, hè. Tegen die zeg ik op zijn hamburgers tjus! en dag lieve moralistische zingevende kunstenaars van het leven.